Joost weet wat je moet doen met vorstgevoelige planten. Hanneke neemt ons mee naar keramiek in Tegelen. En Jacqueline vertelt over de beste boeken. We gaan dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg. Iedere week bespreken we kunst, cultuur en lifestyle met onze experts. En deze week zijn aangeschoven Jacqueline, Hanneke en Joost. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Joost, we beginnen met jou. De winter is nu echt begonnen. Het begint koud te worden. Wat betekent dat voor de planten en de tuin? De winter is echt net begonnen. Het begint eigenlijk net pas net wat kouder te worden. Ja, normaal gesproken zouden de blaadjes van de bomen vallen. Ja. En dit jaar is het allemaal wat later. Maar we hebben toch een filmpje opgenomen over hoe we kunnen bladruimen. In december is het weer tijd om het blad uit de tuin te ruimen. Maar moeten we dat nou eigenlijk wel doen? Op het blad, bijvoorbeeld op het gras, ja, dat geeft kale plekken. Dus dat doet iedereen wel opruimen. Uit de vijver, daar haalt iedereen ook zijn blad voor uit. Maar moeten we dat nou uit de tuin gaan halen? Nou, dan gaan we nou eens even kijken of dat nou verstandig is. En als we het blad dan bij elkaar harken, als het net even het harde duwt, dan is dan ook gelijk het onkruid weg. Vroeger, ja, dat deden we met zo'n grote benzinerugblazer. Dat maakte gigantisch veel herrie. Hadden we ook veel uitstoot. Tegenwoordig, keurig netjes op accu. We hebben natuurlijk de grote hark. En om tussen de plantjes, waar het wat voller is, te harken, kan natuurlijk ook met de kleine hark. Dan hebben we hier de blaadjes netjes opgeruimd. Maar ja, moeten we dat nou eigenlijk wel doen? Voor een nette tuin, ja. Alle blaadjes eruit, inderdaad. Maar voor de tuin zelf, we halen eigenlijk alle voedingsstoffen uit de tuin. Want dat blad dat kan in de winter eigenlijk keurig netjes composteren. Het blad, als je het laat liggen, is ook nog eens goed voor de egels. Je krijgt wormen in de tuin, dus je krijgt veel meer leven in de tuin. En de planten die zijn ook nog eens een beetje beschermd. Dus er is een keuze. Of de tuin is netjes, of we laten het blad nog eventjes liggen tot aan het voorjaar. En dan heeft de tuin er ook nog wat aan. Nou, je geeft eigenlijk twee tips mee, maar wat is nu dan het beste? Wat doe je zelf? Ja, ik heb een oveniersbedrijf, dus ik word gewoon ingehuurd om het op te blaadjes op te harken. Ja. En eigenlijk, we hoeven het eigenlijk nooit te laten liggen. Dus ik maak het zelf wel netjes, ja. Het is ook wel fijn als het netjes is, toch, Hanneke? Maar als je kijkt gewoon naar de planten, het is gewoon veel beter als je het laat liggen. Bladhoudende planten, die blijven ook gewoon beter. Je ziet gewoon dat de kleur wat donkerder is. Ja. Andere planten die doen het gewoon het jaar erop, doen het gewoon wat beter. Het zijn de voedingsstoffen van een plant, die zitten gewoon in de blaadjes, die valt op de grond en het blad geven we terug af. Ja. Dus eigenlijk is ook, fijn voor de vogeltjes, voor de vogeltjes en de insecten en zo, hè? Die zijn er in de winter, wanneer we het laten liggen, die zijn er wel wat minder. Maar voor de beestjes die gewoon een holletje zoeken, of voor de muisjes, er zijn ook goede muizen naast de gewone huismuizen, die blijven alleen buiten. En voor de egels, goed om te laten liggen. Ja. Ik vind het een goede tip. Hoe ligt jouw tuin erbij, Hanneke? Ja, super strak natuurlijk, maar ik denk dat ik het nu al weet. Ik laat het lekker liggen. Ja, nou heb je meteen een goede uitleg erover als het even wat minder netjes bij ligt, toch? Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel. Dat scheelt een hoop werk. Dankjewel. Hanneke, keramiekcentrum De Tienschuur. Ik dacht altijd dat De Tienschuur ergens in het zuiden lag, maar hij ligt in Tegelen. Ja, in Tegelen ligt De Tienschuur, maar hij ligt op verschillende plekken in Nederland. Eigenlijk in Zuid-Nederland. Het is namelijk een verzamelnaam van allerlei schuren. En de naam betekent eigenlijk een tiende deel. Dus in die schuur werd dus een tiende deel van de oogst opgeslagen die de pachters en boeren vroeger als belasting aan de kasteelheer of aan de leenheer gaf. Aha. Dus dat is een belasting voor hem. Dus dat is misschien een leuk weetje. Maar ja, daarvoor zijn ze tegenwoordig niet meer. Ze worden nu voor allerlei andere doeleinden gebruikt. En in Tegelen wordt die gebruikt door het keramiekcentrum. Prachtige locatie. Hij ligt vlakbij het kasteel. We zijn er geweest. We hebben uitleg gehad over keramiek. En wat is keramiek? Dat is een term die komt uit het Grieks. En dat is eigenlijk, dat betekent meer gebakken klei. Ja, en dat kan dus. Ik dacht dat in Tegelen vooral dakpannen gemaakt werden. Nou, dat is de oorsprong ook. Dat schijnt te maken hebben met het slib. Want de keramiek die wordt van rivierslib gemaakt. Nou ja, we kennen natuurlijk de Maas.
die gaat ook door Maastricht. En er zijn nog wel meer rivieren. Maar het heeft te maken met de fijnheid van het zand en het slip wat aanspoelt. En dat zorgt ook voor de kleur die het heeft. Dus op sommige plekken is het veel witter. En op andere plekken is het geler en roder. En in Tegelen is het vooral heel rood. Nou, ik heb daar een rolleiding gehad, een uitleg gehad. En ik kan nog wel heel veel meer vertellen. Laten we gaan kijken. Ja, Stasja Oudehoven kan het misschien beter zelf uitleggen. Goed zo. We gaan het zien. We zijn inderdaad een keramiekcentrum Tienscher Tegelen. Tegelen heeft klei in de bodem. En dat zit hier al eeuwen, duizenden jaren lang. 100 jaar voor Christus kwamen de Romeinen hier. Die haalden die klei uit de grond en gingen daar dakpannen mee maken. En die noemden zij Tegulea. En daar dankt Tegelen haar naam aan. Wat mensen zeggen die eenmaal binnen zijn hier, van, komen met dat beeld binnen. En zien dan wat het museum verder nog laat zien en vertelt. En zijn allemaal verrast en verbaasd hoe veelzijdig producten van klei kunnen zijn. En hoe mooi kunstwerken van klei kunnen zijn. En heb je dan ook wat mooie voorbeelden aan wat je allemaal met keramiek kan, met klei kan? Ik ken het wel, ik ken mooie bloemvazen, maar wat kun je nog meer allemaal? Ja, je kunt er surfaces van maken, maar ook sculpturaal werk en ook de vaas of de schaal of het bord kan op talloze verschillende manieren opgebouwd of gevormd worden. Dus van draaien tot met rolletjes opbouwen, tot printen met de 3D-printer, die hebben we hier ook in huis, tot in mallen werken met de gekke structuren. En, maar ook boetseren van portretten, figuren, abstracte kunstwerken. Noem het maar op en het kan van klei gemaakt worden. Ja, we hebben ook een atelier erbij. Dus mensen, hier zie je de eindproducten in het museum en in de tentoonstellingen. Maar als je wil weten hoe wordt het nou precies gedaan. We proberen dat wel met filmpjes uit te leggen in de opstelling. Maar het beste is natuurlijk om het zelf te gaan proberen in het atelier. Maar je kunt ook gezellig met je familie of met je team van werk een boetseren of een draaicursus komen doen. Ja, dit is de originele draaischijf uit het atelier van de jaren 50. Vroeger moest je die met de voeten aanschoppen, dus om hem met een flink vliegwiel. Dus dan had je dat je op die manier het in beweging kon houden, doordat het zo'n dik wiel is. Tegenwoordig werkt het natuurlijk allemaal op stroom. Mm-hmm. Ja, dat is geen pijl en boog. Dat is zou je denken. Dat is een object om de klei af te snijden. Dus het objectje van de, of klei van, tegenwoordig heb je zo'n ding, even kijken. Snij je eigenlijk zo het object los van de pot, van de ondergrond. Dan mm-hmm. moet je hem af, of de klei afsnijden. Of je kunt daar zeg maar stukjes mee afsnijden. En deze wordt dan meer gebruikt om hem wat krullen eraf te snijden, waardoor die wat meer de definitieve vorm krijgt. Wat nou daarna is gekomen is deze variant. En dan heb je eigenlijk een gipsen vorm waar dan een plak klei in wordt gelegd. En je ziet dat dit al de vorm van het bord heeft. En dan wordt dan in één keer dat deze contravorm erin gedrukt. En dan krijg je een bord heel snel, eigenlijk binnen een paar seconden. Ja, en hier kwamen ook veel kunstenaars om gevelreliefs te laten maken. En die zeiden dan van ik wil gele klei of witte klei of rode klei gebruiken. En dan bijvoorbeeld die kleur turquoise, dan kon je zien hoe die het op de verschillende ondergronden doet. Dus je ziet er daarom ook steeds drie kleuren. Maar ik zag hier iets heel interessants. Ik zag hier een vis, maar die is niet van keramiek. Alles wat je in dit museum ziet is van klei of van keramiek gemaakt. Ook die vis, want hij zag eruit alsof die van ijzer was. Ook die vis. Eigenlijk heet die Piet Piranha. Piet Piranha. Daar wil je niet voor je plezier in plassen. Nee, maar hij dus Pipi, omdat dat verwijst naar Pipi Machen. Want als je heel goed kijkt, dan zie je dat de onderkaak van die vis een urinoir is. Jullie hebben hier een fantastische ruimte. Die in is gericht voor wisselexposities. En dan hebben jullie hier Piet Stokmans. Het was net alsof ik andere materialen zag. Piet Stokmans is iemand die begonnen is met werken voor Moza in Maastricht.
daar heeft hij ontwerpen gemaakt voor industriële serviezen. Dus echt het servies wat iedereen kent, waar je porseleinen kopjes waar je uit drinkt, die in de vaatwasser kunnen, die in allerlei eisen moeten voldoen. Maar hij is daarnaast ook met porselein gaan werken van op een vrije manier. Dus kleine series, ambachtelijk gevormd porselein gaan maken, wat wel nog met gebruiksfunctie te maken heeft. Maar daarna is hij ook objecten in mallen gaan afgieten en nog zacht uit de mal gaan halen. En als het de klei dan nog zacht is, gaan plooien, waardoor je die rubberachtige uitstraling inderdaad krijgt. Dit is van Jacques Bongaerts, dat is ook een Tegelse pottenbakker, keramist, die zich helemaal gespecialiseerd heeft in die folklore eigenlijk. Ja. Die carnavalswagen, dat is nog een wisseltrofee geweest. Dus elke prins carnaval van Telik mocht hij dan een jaar thuis op de kast zetten. En als je heel goed kijkt, zie je daar zijn neus nog, net naar boven kijken. Inderdaad. En dat zijn de schotels waar hij die Tegelse klei nog op ingebakken heeft. En dan zie je heel mooi dat echt die ijzerkleur ook heeft. Ja, hier heeft hij porselein uit een mal gegoten die kant op. En daar heeft hij Tegelse klei in vloeibare vorm hier naartoe gegoten. En het grappige is, je ziet heel mooi de kleurverschil. Dus de porselein is wit, de Tegelse klei is een beetje grijzig. Maar als je hem bakt, wordt hij dus zo mooi roodbruin. Mensen laten zien en ontdekken, ervaren hoe het gemaakt wordt, vinden we ook heel belangrijk. Niet alleen kunst op zich, maar ook hoe het gemaakt wordt, het maakproces. Nou, prachtig. Ja. Heeft het jou nu ook geïnspireerd? Ja, wie weet misschien. Maar ja, ik heb nog zoveel te doen, dus ik ben benieuwd of het er ooit van komt. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om dat eens een keer op zijn minst uit te proberen. Ja. Wat ontzettend leuk is, is dat zij dus ook allerlei gastdocenten hebben. Die komen van over de hele wereld, komen die naar Tegelen toe. Het schijnt dat ook de cursisten van over de hele wereld speciaal naar Tegelen komen om daar hun technieken bij te schaven. Ik ga ervan uit dat Piet Stokmans ook wel, hij is al wat ouder. Ja. Dus misschien dat hij het niet meer doet. Ja. Maar hij doet dus heel veel met dat blauw en dat wit. Dat is echt zijn signature look, wat hij heel veel doet. Ja, heel veelzijdig eigenlijk. En deze tentoonstelling kunnen we voorlopig nog bezoeken? Ja, die is nog te bezoeken tot en met, moet ik even denken. Ik weet het eigenlijk niet. Leuke vraag, hè? Tot en met eind februari, heb ik gehoord. Tot en met eind februari. Kijk, dankjewel, Joost. Nou, mooi. Bedankt voor deze leuke tip. Alsjeblieft. Ik ga even oversteken naar deze kant. Jacqueline, jij hebt weer een paar mooie boeken voor ons meegenomen. We beginnen met Rauw. Ja, ik heb drie hele mooie boeken meegenomen. Heel verschillende genres, maar we beginnen inderdaad met het boek Rauw. En de titel had niet treffender kunnen zijn. Het gaat over... Het is in 2020 gebeurd dat er vijf jonge jongens die aan het surfen waren... In Scheveningen. Oh ja, ja. Toen zijn er hele rare weersomstandigheden geweest, waardoor er een hele dikke schuimlaag is ontstaan daar op het water. En er zijn dus vijf jongens verdronken, eigenlijk gestikt in het schuim daar. En de moeder van een van die jongens heeft dit boek geschreven. En de titel is Rauw. En ja, dat is natuurlijk dubbele betekenis. Rauw met OU. De rauw om de verloren zoon. Maar ook rauw, het rauwe verdriet. En zij schrijft het zo treffend en zo mooi. Je voelt gewoon met haar mee. Ze beschrijft iedere minuut bijna vanaf het moment dat zij het bericht binnenkrijgt. Ja. En hoe zij dan... Ja, die dagen, uren, minuten doorkomt. En hoe ze daarna verder gaat. Hoewel het eigenlijk niet gaat, maar ze moet, want ze heeft nog een dochter. En het is heel aangrijpend. Ja. Bij pagina 2 moest ik al huilen. Oké. Maar het is echt zo mooi geschreven. Ja. En zij heeft eigenlijk geen ervaring in schrijven, maar ik vind... Recht uit het hart. Echt, ja, precies. Ja, dus echt, dat leg je niet meer weg, denk ik, als je daar aan begint. Nee, dan kun je niet meer stoppen met lezen. Maar het is echt, ik vind het echt een aanrader. Maar het is wel echt aangrijpend. Ja, dat geloof ik. En daarnaast, dat klinkt iets vrolijker. De man die in kip was. Ja, dat is even wat anders. Dat is geschreven door Frits Kriens. Dat is een Limburgse schrijver. Uit Haarlem komt hij. En ik heb een boek van hem gekozen omdat hij ook lid is van de werkgroep Limburgse Schrijvers.
Onlangs kwam Ton van Rijn, die ook lid is van die werkgroep. Het zijn 6 schrijvers. Die kwam foldertjes brengen en vragen of die in de bibliotheek mochten staan. En natuurlijk mag dat. Oh, leuk. En wat dus doet die werkgroep? Die brengen eigenlijk Limburgse literatuur onder de aandacht. Omdat daar dat is een beetje een ondergeschoven kindje. Er is niet zoveel aandacht voor en zij willen door die folders, maar ook door workshops, door presentaties, door ze willen nog een gezamenlijke verhalenbundel uitbrengen. Ze schrijven ook maandelijks een stukje in de Via. Dus op die manier willen ze het eigenlijk wat toegankelijker en wat bekender maken. Maar dit boek, De man die een kip was, bijzondere titel. Maar het gaat ook echt over een man die eigenlijk psychisch niet helemaal lekker in zijn vel zit. En die blijkt een beetje een dubbele persoonlijkheid te ontwikkelen. Die andere persoonlijkheid is dus een kip. Maar het is zo geschreven, je zit gewoon in het hoofd van die man en je begrijpt helemaal dat hij zich kip voelt. Het begint met een beetje wapperen met zijn armen en dat wordt eigenlijk steeds erger. Maar dat is een dwang, dat kan hij niet onderdrukken. En in het begin is het alleen maar thuis en is het wat minder erg. Maar dat komt dus ook voor op momenten in het openbaar. En dan wordt het natuurlijk wat ongemakkelijker. Ja, precies. Maar en dat speelt zich dan ook echt af in deze regio, of is dat niet echt relevant in het verhaal? Dat kon ik er eigenlijk niet echt uit halen. Het gaat meer om die man en het proces wat hij heeft. Maar je leert hem dus kennen en zijn moeder en het hele levensverhaal erachter. En de spanning stijgt en op het einde zit hij gewoon in het kippenhok. En Heel het is apart, een heel bijzonder boek, maar juist daarom triggert het ook echt om gewoon door te lezen. Dus, maar ik vind het ook mooi om gewoon schrijvers hier uit de regio, om daar gewoon wat meer aandacht aan te geven. Ja. Nou, mooie tip. Ja. En tot slot heb je nog Geluk voor Kinderen. Dat is ook een echt kinderboek. Dat is een sprookjesboek. Daar staan 10 mooie verhalen in. Ook heel mooi geïllustreerd. Je ziet het al een beetje hier op de kaft. Kijk, aan ieder verhaal, daar is één vogel is daar het onderwerp. Meestal is het zijn het oudere vogels met een kindje. En dat kindje, daar gaat het dan eigenlijk om. Maar het boek is geschreven door Leo Bormans. Dat is een geluksexpert. Maar hij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan in de positieve psychologie. En hij heeft dit boek zo opgebouwd dat ieder verhaal een onderwerp bevat. En ook een les eigenlijk. Hè? Want een sprookje zit vaak een les. Wat jou helpt om gelukkiger te worden. Bijvoorbeeld jezelf zijn. Rekening houden met een ander. Anderen helpen. Je leest dus het verhaal. En je kunt daarna krijg je ook tips en voor gesprekjes, maar ook om dingen samen te doen die ook over dat onderwerp gaan dan. Ja, hartstikke leuk. Ja. En dat heb ik gekozen, ook dat boek, omdat het ten eerste een mooi boek is, maar ook omdat het onderwerp geluk is. En dit jaar hebben we het hele jaar bij de bibliotheek thema geluk. Daar hebben we heel veel activiteiten aan opgehangen. En vandaag begint eigenlijk de finale van het geluksjaar. En dat doen we samen met Omroep PNM. En dan iedere vestiging van onze bibliotheken wordt dan een gelukshalte. Nou, hartstikke mooi. En dan is er bij iedere bibliotheek zijn er activiteiten, muziek. Worden mensen geïnterviewd. Het wordt echt een mooie happening. Hartstikke leuk. Ja. Iets voor jou, Joost? Nou, dat boek, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Maar ik ben even benieuwd, voor wat voor leeftijd is dat? Nou, dat is eigenlijk vanaf een jaar of 4, denk ik, zo'n beetje tot 12. Zoiets, ongeveer. En je kunt het natuurlijk zelf iets eenvoudiger of iets spannender maken. Ook hoe je het daarna dan met elkaar
ja, dan mee verder gaat. Ja. Vanaf 4 komt precies helemaal goed. Oké, nou, te leen bij de bibliotheek. We hebben een bipasje, dus dat komt ook goed. Ja. Mooie tip voor jou, Joost. Maar ik blijf even jou, bij jou, Joost, want het gaat weer vriezen. Wat moeten we doen met vorstgevoelige planten? Ja, mensen die hebben steeds meer mediterrane planten. Planten uit het zuiden, die willen een beetje dat vakantiegevoel vasthouden. Ja, die planten die horen hier eigenlijk niet. Geeft toch wel veel sfeer in de tuin. En dan, ja, dan moeten we iets doen als de vorst komt. En dat hebben we in het filmpje te zien. We gaan even kijken. Om het vakantiesfeertje het hele jaar door in de tuin te houden, gebruiken we steeds meer mediterrane planten. Zoals de olijf, de palm, een bananenstruik, een sinaasappelboompje. Maar ja, dat soort struiken horen eigenlijk verder naar het zuiden. Dus daar moeten we wel rekening mee houden in de Nederlandse weer. We hebben hier de plant van de maand Skimmia. Die hoeven we eigenlijk niet in te pakken, maar die gaan we vandaag wel even als voorbeeld gebruiken. Want zo'n plant, ja, dan moeten we even kijken, die kunnen niet zo goed tegen de vorst. Dan moet je natuurlijk de plant zelf beschermen, maar waar je ook om moet denken, is dat je de wortels moet beschermen. En dat kan eigenlijk gewoon heel simpel, met ouderwets bubbeltjes plastic. Zet de pot op het bubbeltjes plastic. Bubbeltjes plastic eromheen. Voor de zekerheid kunt u het best een aantal lagen gebruiken. En over de plant kunnen we ook nog keurig bubbeltjes plastic doen. Pak hem goed in en met een touwtje zit het keurig netjes vast. En wanneer moeten we nou eigenlijk die vorstgevoelige planten inpakken? Nou, stelregel is, een nachtvorstje, dat kunnen ze wel hebben. En dan als het een overdag boven nul komt, dat gaat prima. Wanneer we echt op moeten letten, als het zowel dag als nacht vriest, dan moeten we de plant in gaan pakken. Nou, weer goede tips voor ons allemaal. En als die vorst weer klaar is overdag, ja, pak hem dan weer eventjes uit. Zo'n plant heeft natuurlijk ook vocht nodig, die heeft ook lucht nodig. Ja, dan gaan we niet de hele winter laten zitten. Dus als het ook overdag vriest, eventjes netjes inpakken. En dan komen ze goed de winter door. Ja. Is het ook, kun je ook donkere folie gebruiken of toch liever transparante folie? Ja, transparant is gewoon het beste. En dan kan een plant toch een klein beetje zonlicht opnemen. Maar als het voor een kortere periode is, donkere folie is dan ook geen punt. Dus een vuilniszak kan prima dan? Ja, een vuilniszak die isoleert niet zoveel. Dus een beetje een dun laagje. De bubbeltjes plastic wat uit het voorbeeld, ja, dat is wat dikker en er zit wat lucht tussen. Ja. Maar ze hebben tegenwoordig ook gewoon speciale zakken in de handel die eigenlijk dicht genoeg zijn. Kan je er zelfs in één keer helemaal omheen ritsen. Ja, oké. Okay. En dat geldt dus ook voor de planten die in de grote potten zitten. Die moet je ook inpakken? Die kan je ook inpakken. Dan kan je juist een speciale zak gebruiken. Ja. Ja. In één keer helemaal eroverheen, dicht ritsen. En dan ben je er in de hele winter vanaf. Ja. Goeie tip, dankjewel. Hanneke, I want to break free in Venray. Daar vertelde je laatst over. Je hebt nog wat beelden voor ons meegenomen. Ja, precies. Ik zei in de vorige uitzending dat ik naar de opening ging van I want to break free. Dat is een tentoonstelling. Die is gemaakt door mensen die een kwetsbaarheid hebben. Dus dat zijn van nature zijn dat geen kunstenaars. Dus het is een outsider art, noemen ze dat. Dus dat is kunst die gemaakt wordt puur op gevoel. Ik heb de flyer nog even meegenomen. Er staat ook op dat hij tot 26 februari te zien is. En zoals je ziet, er staan wat teksten op de vloeren. Oh ja. Die zijn... dat zijn dus teksten van die mensen zelf die... hen is een vraag gesteld van wat betekent vrijheid nou voor je? En daar kwamen dus al deze teksten kwamen eruit. Dus die zijn in de tentoonstelling zijn die verwerkt. En ik wilde dat toch eventjes aangehaald hebben om te laten zien dat het, dat het een hele goede tentoonstelling is. En als je dan echt gaat kijken, kunst die uit mensen zelf komt, dan is dit de moeite waard. Ja. Je had een poster voor ons meegenomen. Laat even zien. Wat staat erop? I want to break free. Ja. Dat is schijnbaar dus ook gekomen door een van de deelnemers. Die werd ook gevraagd, wat betekent vrijheid voor jou? En die riep, I want to break free. Net als het liedje van Queen. Natuurlijk, die kennen we allemaal. Ja. Dan gaan we over naar de cultuuragenda.
Ja. Ja, welke tips heb je nog voor ons? Nou, misschien dat jullie je afvragen, waar haalt ze toch allemaal die informatie vandaan? Ja. Nou, bijvoorbeeld uit dit magazine. Zout magazine. Ik ken het. Ja. Ken jij het, Jacqueline? Ik ken het. We hebben het iedere keer, iedere nieuwe versie komt ook weer in de bibliotheken te liggen. In al onze vestigingen. Ja. En wordt steeds maandelijks, is het geloof ik, hè? Worden ze vernieuwd. En heel leuk, interessant, informatief. Maar ook tips. Leuk. Ja. Ja. Wordt ook goed gelezen en meegenomen door mensen. Ja, precies. Ja. Het is gratis verkrijgbaar inderdaad bij diverse instellingen. Bij de BIEB, bij theaters, bij musea. Ligt het, als het er ligt, neem hem mee. Er staan hele leuke artikelen in. Maar er staat dus ook een cultuuragenda in. Aha. En daar wilde ik er toch even stiekem nog twee van uithalen. Ja, vertel. De eerste is een tip om naar Sittard te gaan. Daar is de tentoonstelling Quant. Dat zijn een aantal jonge ontwerpers die hebben zich laten inspireren door de collectie van de domeinen. Het is een samenwerking met de kantfabriek in Horst. Ja. En zij hebben zeg maar kant een nieuw leven ingeblazen. En dat zijn studenten van de Fashion Design Academy in Maastricht. Die is nog te zien tot... Het stond er net op. Ik heb het niet gelezen. Hebben de mensen net gezien? Ja? Ja, hebben de mensen net gezien. En dan de tweede tip is Museum de Kantfabriek in Horst. In Horst. Die hebben op dit moment, die duurt nog maar heel kort, tot en met 30 december. Dus je kunt er in de kerstvakantie nog naartoe gaan. Ja. Langs geborduurde wegen. En dat gaat allemaal over borduursels uit China. En al die borduursels die vertellen dus een verhaal. Oké. Okay. Heel leuk. Kleine tips. Als we ons vervelen in de kerstvakantie, weten we nu waar we naartoe moeten. Dankjewel. Joost, jij hebt tot slot nog een plant van de maand voor ons. Klopt, ja. We zien hem eigenlijk al op de achtergrond. Een skimmia. Ja, hij is fijn wintergroen. Mm-hmm. Hij geeft op dit moment van die kenmerkende rode besjes. Ja, echt eigenlijk een plant die bij de tijd past. Past bij de kerst. Dus we kunnen even gaan kijken naar het filmpje. Ik ben benieuwd. De plant van de maand december is de skimmia. Eigenlijk kent iedereen de skimmia wel. Sommige mensen zetten hem binnen, sommige mensen zetten hem in de tuin, sommige mensen in pot. Het is gewoon echt, ja, we zien hem eigenlijk als een soort kerstplant, maar hij is het hele jaar mooi. In de kerstperiode, hij geeft hij natuurlijk dat kenmerkende rode besje af. Daarnaast is hij ook nog het hele jaar is hij eigenlijk groen. En in het voorjaar bloeit hij van maart tot mei bloeit hij wit. Er zijn ook nog een aantal verschillende soorten. Dit is de Japonica. Dan hebben we daarnaast ook nog de Revesina. En die heeft eigenlijk een wat groter, wat rodere bes. De skimmia die staat eigenlijk het liefst een beetje in de halfschaduw. In de zon dan krijgt hij al snel een wat gelig blad. Waar we daarnaast bij de skimmia nog op moeten letten, is dat hij in een wat zuurige grond staat. Dus als je de plant gaat aanplanten, zet hem in de turf. Staat de plant dan nu al, kijkt het blad bijvoorbeeld een beetje geel, strooi dan een ruim turf om de plant heen. Nou, dankjewel Joost. Jacqueline, ik was net even snel voorbij aan het gaan aan die boeken, want je had ook nog een paar filmpjes voor ons meegenomen. Ja, je was iets te snel, maar dat geeft niks. Ik had een filmpje over dit boek, Rauw. Eigenlijk een soort terugblik op wat er toen gebeurd is. Dus daar kunnen we misschien zo even naar kijken. Mm-hmm. En ik heb nog een klein filmpje. Daar gaan we nu even naar kijken. Oh, daar gaan we nou kijken. Ja. Daar gaan we nu even naar kijken. Ik zat aan tafel te eten. Pieper ging. Als een speer rijden naar de boot, was ik binnen een minuut of drie. Een minuutje later zijn we losgegaan. Het was grote spoed bij, zei de schipper. Nou, normaal gesproken wachten totdat er veel meer mensen aan boord zijn. Alleen we zijn echt meteen losgegaan. We vaarden het hoekje om van het Noorderhavenhoofd. En toen begon eigenlijk een situatie van totale chaos. Er gebeurde van alles. Er waren mensen aan het wijzen vanaf de blokken. Daar drijft er een, daar drijft er een. Het totale plaatje was ook nog niet duidelijk van hoeveel drijven erin. Het werd daar steeds meer.
Ja, de boot ging natuurlijk alle kanten op. En wat we zagen was eigenlijk wel ook een hele grote dikke laag met schuim. Die hadden we nog nooit gezien zo. Het is meisop, dat is een soort algenschuim, dat komt vaker voor. Alleen nu was het noordwestenwind, dus dat schuim werd rechtstreeks die hoek ingeblazen. Maar het was ook ontzettend veel. Dus we konden niet goed zien of en waar er iemand dreef. Alleen als ze uit het schuim kwamen drijven. Je wordt je toch wel even stil van, hè? Ja, ja, onvoorstelbaar. Wat een drama. En als je die beelden ziet, dan dringt het nog meer door wat er allemaal gebeurd is daar. Ja. Heel heftig. Ja. Heel heftig. Niks meer aan toe te voegen. Tot slot hebben we ook nog een filmpje dat hoort bij het boek Geluk voor Kinderen. Wat gaan we daarin zien? Daar zie je de schrijver Leo Bormans die voorleest uit eigen werk. En hij is niet alleen een meester in het schrijven, maar ook in het voorlezen. Dat zul je zien. Ja. We gaan even kijken, ik ben benieuwd. Kea staat op een plankje. Zo glijdt ze in de sneeuw de berg af. Ja! Ze botst bijna tegen een rots op. Ze maakt net op tijd een bocht en stopt bij de wortel van een grote boom. Dan neemt ze het plankje in haar smalle bek en vliegt ze terug naar boven. Daar laat ze het plankje weer op de sneeuw vallen. Ze klappert met haar vleugels en landt boven op het plankje. Zo glijdt ze opnieuw naar beneden. Ja! Ja! Kea kan skiën. Ze had het kinderen zien voordoen en dacht, dat kan ik ook. Terwijl ze tussen de bergen vliegt, ziet ze onder zich een groepje kinderen met gele jasjes. Ze wijzen naar Kea. Ze spreidt haar vleugels wijd open, zodat de kinderen de kleuren van haar veren goed kunnen zien. Aan de bovenkant is Kea zo groen als een olijf. Aan de onderkant is ze zo oranje als een sinaasappel. De kinderen zien eerst alleen de sinaasappelkant. Tot Kea zich plotseling al vliegend op haar rug draait. Kijk, roepen de kinderen. Die vogel kan ondersteboven vliegen. Ze scheurt nu boven hun hoofd, helemaal groen. De kinderen bukken zich. Kea maakt een grote bocht en draait zich weer om. Nu zien de kinderen haar oranje veren. Groen, oranje, groen, oranje. Kea draait als een schroef door de lucht. De kinderen klappen in hun handen, alsof ze in een circus zitten. Nou, daar was ze helemaal vrolijk van. Ja, ja. Ja. Mooie aanvulling op het boek. Ja, zeker. Heel mooi. Ja. Ja. En de rest mag je zelf voorlezen. Natuurlijk, gaan we doen. Nou, dat was het alweer voor deze week. Fijn dat je willen waren. Dankjewel voor het kijken en graag tot volgende week. Dan zijn we alweer. Fijne feestdagen.